We zijn hier op PPO proefbedrijf Kompas in Valthermond. Hier gebeurt veel onderzoek op het gebied van bodemkwaliteit. En grondbewerking is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We kijken hier in deze demo naar drie aspecten. Naar rijsnelheid van de grondbewerking en ook van de mesttoediening op de structuur. Naar de invloed van de grondbemester en compost. En naar het spitten en het woelen. Waar we ons met name zorgen om maken bij hoge rijsnelheden en slechte structuur, hoge werksnelheden, waarbij we zoveel energie in de grond krijgen dat deze helemaal uit elkaar valt en dat dit een droge laag vormt. Gebruik van groenbemesters levert, ondanks dat we ons best bewust zijn van een risico op alenvermeerdering, geeft toch een betere binding in de bodem, meer structuur en daarmee een grond die minder stuifgevoelig is en die je met name ook na mestinjectie veel beter kunt bewerken en veel beter aan kunt drukken. Waardoor je ook weer meer binding in de bodem krijgt en geen droge lagen, droge storende lagen in de grond. Weken geleden is hier de mest geïnjecteerd. Op deze eerste strook met de normale snelheid is de mest geïnjecteerd, waardoor de meestal toch wat te snel gereden wordt. Hier is met de cultivator is met een, ja, de normale rijsnelheid onbewerkt. En ja, we zien dat die best wel los is en dat er nog wel wat kluitjes over zijn. En als je er overheen loopt, ligt die toch nog wel redelijk vast. Dus dat gaat nog wel aardig goed. Nu ga ik wat achteruit. En dan komen we op het stuk waar met de cultivator eigenlijk te snel gereden is. Waardoor de grond te fijn wordt en er eigenlijk weinig kluiten overblijven. Het schep gaat er ook makkelijk in en het valt gewoon vrij los uit elkaar. Nu sta ik op het stuk waar het te snel gereden is en je ziet hier al minder roggen staan. Het is dus al meer ondergewerkt dan op het strookje van zo net. En als ik het nu weer laat zien, dan valt het hier alweer veel meer uit elkaar. En dus we houden alweer minder kluiten en minder grote kluiten over. Na het spitten zie je dat de rogge bijna helemaal verdwenen is. Zodra die pootmachine erover is geweest, komt er weer wat van die rogge, van het organisch materiaal terug naar die bovengrond. En heb je wat groene massa, groene delen. En daarmee kan stuiven weer worden voorkomen. Uiteindelijk zijn met heel veel machines is er goed plant of zaaibed te maken. De omstandigheden die bepalen het voor het grootste gedeelte en de chauffeur. Dat blijft een hele belangrijke factor met grondbewerking. Die moet zien wat hij doet, hoe de grond ligt voor het bewerken en na het bewerken.